Schrijfster Sandra Bernaar uit Maarhezen presenteert vandaag haar romandebuut Ik zag Menno. Het verhaal gaat over Vincent die op zoek gaat naar zijn doodgewaande broer Menno. Het speelt zich af in Spanje. Misschien is het in Spanje de gewoonte om bij mensen die iets vertellen de hand op de knie te leggen. Zoals het misschien ook wel de gewoonte is om flessen water leeg te drinken. Als je ze aangereikt krijgt. Het voelt tamelijk ongemakkelijk, maar omdat ze me mogelijk kan helpen, laat ik haar hand liggen en vervolg. En toen zag ik ineens deze foto. Ik graai in mijn tas en haal de foto van Menno eruit. In een reisbrochure bij Piniscola. En op dat moment wist ik het zeker. Hij leeft dus nog. Mijn broertje leeft. Sandra is opgegroeid en ook met veel plezier nu woonachtig in Maarhezen. Met haar boek wil ze een bijdrage leveren aan de cultuur van Kranendonk. En daarom overhandigt ze het eerste exemplaar van haar boek aan burgemeester Marga Vermeu. Bij deze. Het schrijven is eigenlijk voor mij een beetje vergelijkbaar met hardlopen. Dat begon met eerst 5 kilometer en kijken of 10 kilometer er ook in zat. En op een gegeven moment toch weer een nieuwe uitdaging zoeken. En zou een halve marathon er dan ook in zitten. En zo verleg je elke keer weer je grenzen. En met schrijven is dat eigenlijk een beetje vergelijkbaar. Nou, het schrijven is voor mij een manier van uiten eigenlijk. Ik vind dit soort situaties heel moeilijk. Ik vind het heel lastig om een mondeling goed uit te drukken en precies datgene te verwoorden wat ik wil zeggen. En meestal bedenk ik dan s'avonds van, maar ik bedoelde dat helemaal niet zo. Ik bedoelde iets anders. En met schrijven kan ik in alle rust, zonder ruis, gewoon precies datgene uitdrukken wat ik wil. Voor welk soort lezer is jouw boek bedoeld? Is het een serieus boek? Is het luchtig? Je kan het op meerdere manieren lezen, denk ik. Het heeft denk ik een heel breed publiek. Je kan het lezen als gewoon een lekker feel-good boek. Maar je kan er ook de gelaagdheid in zien die er wel degelijk in zit. Maar als je daarna op zoek bent, ja. En wat voor thema's liggen daar dan een beetje onder? Ja, het is vooral een zoektocht naar jezelf eigenlijk. En het kind in jezelf weer herontdekken. Ja. In de voorbereiding had je er ook al mee te maken, want je had veel proeflezers. Hoe ga je om met wat mensen vinden van jouw boek? Feedback is vaak snoeihard en best wel lastig soms om te krijgen. Maar ik heb er gelukkig nu heel veel ervaring mee. Ik ben het echt gaan zien als cadeautjes. Het boek kan er alleen maar beter van worden. Het is eigenlijk heel fijn. Alleen in dit stadium kan ik er niks meer mee. Het boek is al geschreven, dus in dat opzicht voegt het nu niet zoveel meer toe. En vind ik het heel spannend wel wat die feedback met me gaat doen. Ik denk dat de gewone lezer, wat die ervan vindt, heeft veel meer met smaakvoorkeuren en dergelijke te maken. Ik ben meer benieuwd naar wat echt mensen uit het vak ervan vinden. En dat vind ik wel heel spannend. Ja. Sandra, jij hebt het schrijven van een boek weten te combineren met je werk. Webdesigner ben je. Je hebt een gezin, man met 3 leuke meiden. Hoe is je dat gelukt? Ik heb het een tijdje allemaal tegelijk willen doen. En mijn eigen bedrijfje en de kinderen en het huishouden en alles. Maar dat werkte niet voor mij. Schrijven is echt een vak. En op een gegeven moment heb ik ook echt besloten om me daar volledig op te gaan richten. En het echt als een baan te gaan zien. En gewoon om 8:30 computer aan. En inspiratie of niet, gewoon schrijven. En meters maken. En dat werkt voor mij. Ja. Het is een echte baan. Dus jouw beroep is vanaf nu? Schrijfster.